Op het 18 septemberplein in Eindhoven werd er zaterdag geschreeuwd om cultuur. In meer dan 60 steden komen artiesten, kunstenaars, dansers en muzici bij elkaar om te schreeuwen om cultuur. Dit vanwege de bezuinigingsmaatregelen van de nieuwe regering. Die houden in dat de BTW op beeldende kunst en kaartjes voor concerten van 6 naar 19% gaan. Ik vind het vervelend dat mensen ook voor cultuur meer moeten gaan betalen, meer intree moeten gaan betalen. Waardoor je in mijn ogen minder mensen naar het theater gaat trekken. Dus daarmee kreeg de cultuur eigenlijk een klap te verduren. Ja, echt verschrikkelijk, hè, dat bij de kunst bezuinigd wordt. Overal wordt veel geld uitgegeven voor dingen die echt niet noodzakelijk zijn voor die mensen hier. En bij de kunst wordt gestreken, dat vind ik niet leuk. Want cultuur is gewoon ontzettend belangrijk. En ik vind dat we daar gewoon in door moeten blijven gaan, want dat is gewoon iets van, onze, ja, van ons leven, waar wij, wat gewoon bijdraagt aan, vind ik, een leerzaam iets, zeg maar. Het was niet alleen schreeuwen. Het Van Abbe Museum vroeg om een minuut stilte. Hartelijk dank, dames en heren, voor dit monument. Toch is de vraag, waar moet dan wel op worden bezuinigd? Nou, ik denk met name onkosten van de regering, onkosten van het Koninklijk Huis. Dus dat zijn er al een paar die ik zo even uit de mouw schud. Graag tot bij de Musical Scrooge, 14-15 december. Wij zijn erbij. Parktheater Eindhoven. U bent welkom.